gooi het meteen op tafel. Ik ben aan het daten. Ik heb nou zelfs een relatie. Nee! En is het iemand die wij kennen? Het is iemand die je kent. Ja. Maar is het iemand uit het programma? Dat gaan we zien. Hè? Nee! Hi, en wat leuk dat je kijkt naar de viewing party van Prince Charming. Hierin bespreek ik elke week alle ins en outs uit de nieuwste aflevering van Prince Charming seizoen 2. Vandaag blikken we terug op aflevering 9. En dat doe ik samen met afvaller Marcel en de twee beste vrienden van Chris, Francine en Joshua. Welkom. Dankjewel. Leuk dat jullie er zijn. Marcel, we gaan even bij jou beginnen. Ja. Hoe gaat het? Publiekslieveling kunnen we misschien wel zeggen. Oh, is dat zo? Ja, het gaat wel gaat heel goed. Ja? Ja, gaat eigenlijk heel erg lekker, moet ik zeggen. Hoe heb je gekeken naar de afgelopen week? Alle afleveringen, de reacties? Ja, in het begin was het echt wel onwennig. Wel een tijdje vrijgezel. En dan wordt er van je verwacht om toch de beste van jezelf te laten zien. Ja. En ook nog in zo'n huis met al die andere mannen. Ik kan me voorstellen. Komt toch extra druk, ja. Jullie zijn natuurlijk de twee beste vrienden van Chris. Hoe kijken jullie naar zijn avontuur tot nu toe? Oh, vol spanning. Ik weet niet hoe jij het ervaart, maar ik vind het echt wel... ik vind het super tof om te zien. Ik zie echt wel de echte Chris. En dat vind ik juist zo mooi. Ja. En hoe is dat voor jou? Ik ben eigenlijk ook trots gewoon. Ik vind het heel leuk dat hij dat doet. Ja, ik had het ook helemaal niet verwacht toen hij vertelde dat hij meeging. Dacht ik, hè, jij? Dus ja, dat vond ik eigenlijk alleen heel leuk. Ik heb het in de aflevering met Jimmy al uitgebreid over gehad. Het momentje dat Jimmy terugkwam van zijn date. En hij jullie eigenlijk vertelde dat Chris een open relatie wilde. Dat was natuurlijk wat Jimmy vertelde. Bleek achteraf een klein beetje anders te zitten. Maar jullie gingen wel even verhaal halen bij Chris. Hij heeft al gedeeld dat hij verbaasd was over jouw voorkeur voor een open relatie. Tenminste, dat is wat hij heeft... begrepen. Je hoort iets van iemand anders en je wilt het daar gewoon met de juiste persoon over hebben. En dat ben jij. Dus we vragen ons eigenlijk alle drie. En dan doen we dat aan het publiek in een groepsgesprek. Ja. Ja. Dan wachten we niet op een 2-3 keer. Dat moet je eens 3 keer doen. Ik heb dit onderwerp inderdaad gisteren opgegooid. Omdat ik van zijn vriendin Mona hoorde dat Jimmy sowieso een monogame relatie wilde. En volgens mij wat ik tegen hem gezegd heb, ik sta daar open in. Wat volgens mij best een leuke woordkeuze is. Maar bij mij is dat juist iets wat je volgens mij met elkaar moet bespreken. Ik heb nog nooit een open relatie gehad. Dus ik zou ook niet weten hoe het is. Ik zou nooit vanaf het begin een open relatie willen hebben. Want volgens mij mis je dan namelijk iets heel belangrijks. Maar ik heb wel met mijn ex geleerd dat het juist heel fijn is als je naar elkaar uitspreekt. Van joh, als je dat gevoel krijgt dat je dat wil. Ik ben hier, bespreek het met me. Eigenlijk kunnen we zeggen totaal verkeerd geïnterpreteerd door Jimmy. Ja, er werd een bommetje gedropt. Ja, denk je dat hij jullie een beetje wilde laten schrikken? Zo van, nou, misschien nemen ze hem wel een beetje afstand. Ja, het was goed gelukt. Jullie waren alle drie toen wel echt aangedaan toen Jimmy dat vertelde. Ja, want ik dacht van, misschien heeft Chris zich versproken of zo. En, voor mij was het compleet nieuw ook trouwens, dit, van die open relatie. Oh, en ik heb ook altijd ik heb geen oordeel over, hoor. Maar ik ga niet meedoen met Prince Charming voor een open relatie. Daar zit ik niet te wachten, eerlijk gezegd. Begrijpelijk. Maar jij was uiteindelijk dus wel blij met het antwoord wat je kreeg. Ja. Van Chris. Ja. Het is ook iemand die knokt voor zijn relaties. Hij vindt het echt belangrijk. En dat de ander zich ook heel erg fijn voelt in de relatie. En dat zie ik in dit fragment weer echt terug. Ik wil weten wat de ander vindt, ik wil weten wat de ander doet. En daar wil ik samen een weg in vinden, want dat is een relatie. Ja. Dat vind ik wel echt heel mooi om te zien. Open-minded. Ja. Marcel, de volgende dag krijg jij je lang verwachte date. Ja. En heb jij het idee dat je mij nu ook hebt leren kennen? Zijn er dingen waarvan je zegt, daar ben ik nog benieuwd naar? Zijn er heel veel dingen waar ik nog benieuwd naar ben? Ja. Ik ben ook wel benieuwd van hoe het voelt om je samen gewoon vast te houden. Om gewoon even aan niks, snap je? Even niks. En het is ook wel een beetje spannend. Ja. En jij bent ook gewoon een beetje spannend, dus ja. Soms. Valt wel mee, hoor. Flirten kan jij wel. Oh, is dat zo? Bloos gewoon. Ja. Ja. Daar was hij dan. De eerste tongzoen. Toch?
Was het met Tonk? Nou, nee, zo begroet ik niet mijn vrienden, nee. Nee, nee. Ja. Hoe voelde je na die date? Ja, eigenlijk voelde ik me wel heel goed. Ja, het is ook bijzonder dat ik hier zit. Ja. Niet verwacht? Nee, ik had niet verwacht. Nee. Want als jullie zo naar dit kijken, voelen jullie dan de klik? Voelen jullie chemie? Wat zien jullie dan als buitenstaanders, om het even zo te zeggen? Ja, ik denk dat jullie allebei behoefte hebben aan hetzelfde. En ik weet niet of je het bij elkaar dan zou kunnen vinden. Maar aan de andere kant denk ik ook nog, zou ik maar zo'n plotwist kunnen zijn dat Chris niet voor die twee laatste kiest, maar toch uiteindelijk misschien na de uitzending liefde bij jou vindt. Dat je wel heel veel rust hebt. Dat is wel... Ja, ik denk dat het ook heel erg close is geweest. Ja. Als ik het zo zie, als ik de spanning zie en hoe er op elkaar gereageerd wordt en de vibe, denk ik dat het echt geen gemakkelijke keuze is geweest. Maar goed, we hebben gezien hoe het vorig jaar is gegaan bij Marvin en Ferdy. Hey. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk ook heel anders. Dus. Ja. Moeten naar de reunie, dat we is wat je zegt. Reunie. Ja, precies. Oh. Want stel je voor, hè, Chris belt jou morgen en zegt ik heb een ongelofelijke fout gemaakt. Ik denk dat wij toch nog iets hebben uit te zoeken samen. Mm-hmm. Wat zeg jij dan? Wat ik dan is zeg? Is dit lachje? Ja, het is het lachje. Ja, ik gooi het meteen op tafel. Nou, wie het ook is, ik ben aan het daten. Nee. Ik heb nou zelfs een relatie. Nee! Ja, het was kerst met elkaar gevierd. Nou! Ja. Nou, dat is jammer, Chris. Ja. Dat weten we nog ja, niet, weet hè? Ik niet. Ja, ik, is het Chris? Misschien is het natuurlijk Chris. Plot twist. Ja, ik weet het, ja. Oh, wauw. En is het iemand die wij kennen? Het is iemand die je kent. Ja. Maar is het iemand uit het programma? Dat gaan we zien. Hè? Nee. Oké, okay, nou zou ik heel leuk voor je vinden. Er zaten heel veel leuke mannen. Ik krijg er helemaal heet van. Ja, ik krijg er helemaal warm van. Ja, ik zie het. Nu is het echt een dubbele cliffhanger voor de reunie. Ja. Wauw. En ja, het is dus iemand uit het programma. Ja. Maar je wil nog niet vertellen wie het is? Nee, kom je nog wel achter. In de reunie? Ja. Oké. Okay. Wat leuk. Nou, wat leuk. Heeft dit hele avontuur jou dan sowieso opener gemaakt? Ja. Ja, ik heb er heel veel van geleerd. Ja. Dat ook wel een bepaalde... Misschien wel een verkeerde blik of kijk op mezelf. Op wat voor manier? Nou, ik dacht altijd wel, mensen vinden me een beetje apart. Dat maakte ook misschien wel dat ik in het begin zo terug overkwam. Later wel bloeide, ja. Ja. Ik denk in ieder geval de mensen die jou als eerste zagen komen oplopen, dat veel van ook Chris' vrienden dachten, dit zou hem wel eens kunnen zijn. Ik dacht dat. Ja, ik dacht dat ook. En ik denk dat heel veel mensen met ons. Dus daarom denk ik dat iedereen zich misschien het ook bijna jammer vond dat er wat onzekerheid was, omdat het niet nodig was. Want jij had misschien wel de beste papieren van iedereen. En nog steeds ook heb je hele goede papieren dus. Dank maar ja, wel. Helaas. Jammer joh. We weten nog steeds niet met wie is weggelopen. Dus. Ja, dat is waar. De reunie. Oh, shit. We gaan kijken naar de ceremonie. We gaan zien welke twee mannen er meegaan naar de eindstreep. Boys, ik heb nog maar één daspeld. Scott. Ik wil dat er nog meer herinneringen bij komen. En daarom krijg je van mij de laatste daspeld. Dank je wel. Lieve Marcel. We zijn in de afgelopen tijd duidelijk naar elkaar toegegroeid. Maar in deze moeilijke beslissing heb ik me laten leiden door mijn gevoel. Moet je daarom vragen je stropdas aan mij terug te geven. Het spijt me. Is oké. Alsjeblieft. Ja, mooi man. Huh? Oh, ik dacht, ik krijg een knuffel. Ja, die krijg je ook. Ik denk serieus dat hij een fout maakt. Kijk, de commentaar wat ik terugkrijg. Ik ben lief, ik ben mooi, ik ben aardig, ik ben stabiel. Betrouwbaar, ambitieus, bla, bla, bla. En dan... Ik heb geen ma gehoord net, dus ik, ja... Nou ja, ik had hem graag verder willen leren kennen. Ik had het eigenlijk niet zien aankomen. En dat maakt het wel pijnlijk. Als Chris zich bedenkt... hij komt thuis en hij denkt van... ik wil toch nog even met Marcel afspreken. Even gewoon in de habitat. Ja, dat is prima. Hij is meer dan welkom. Hij maakt een verkeerde keuze, hoor ik je daar zeggen. Had je jezelf op dat moment, hè, misschien denk je er nu anders over, maar op dat moment dacht jij, ik pas beter bij Chris dan deze andere twee heren? Ja. Eerlijk? Ja. Ja.
dan komen we nu bij het punt aan dat jullie allebei één vraag mogen stellen aan Marcel. En dat mag alles zijn. En Marcel, jij moet eerlijk antwoord geven. Och, ja. Ja, ik wil wel weten, ben je echt verliefd geweest op hem? Ik ben niet verliefd geweest. Ik vond hem wel heel erg leuk en heel interessant. Maar heb je jezelf dan bewust een beetje dus op afstand gehouden? Ja. Ja. Ik vond hem wel echt heel erg leuk. Ben je tevreden met jou? Even die vraag met wie die geëindigd is. Ja. Nee, ja. Tevreden met je antwoord? Ja, ik ben tevreden. Ja? Dan het was je wel. Je hebt jezelf in dit seizoen heb je jezelf Mr. Net Niet genoemd. Hè? Elke keer was het net niet, niet. Ja. Hoe kijk je daar nu op terug? Voelt dat nog steeds zo? Je ziet ook steeds weer dat ik het net niet haal. Ik kom daar net niet. En ook de finale haal ik dan weer net niet. En dus ja, die net niet, die hashtag net niet, mag wel blijven. Ja. Maar na de show is het dus dikke wel. Ja. Ja, heel goed. Ja. Jongens, ik wil jullie enorm bedanken voor jullie tijd. En ik vond het heel gezellig om een beetje zo terug te blikken. En nou ja, we gaan het afwachten. Ik ben heel erg benieuwd. Heel veel geluk in de liefde. Jullie natuurlijk ook. Bedankt. Volgende week kijken we aflevering 10 terug. En dan weten we eindelijk wie het hart van Prins Chris heeft veroverd. Ik kijk terug met de afvallend finalist en het dolgelukkige koppel Marvin en Ferdy. Ik hoop dat je gaat kijken. Tot dan!